Assalamu alaikum allemaal, hallo iedereen. Ik ga vandaag aardappel gehakt schotel maken. Ik heb nodig aardappels. Ik heb hier ongeveer 1,5 kilo aardappels voor 5 personen. Ik heb hier 800 gram gehakt. 3 paprika's in klein stukjes gesneden. 1 ui plus 2 teentjes knoflook geraspt. Geraspte kaas. Koriander, champignons in kleine stukjes, kruiden, ik heb hier Marokkaanse kruiden en daar zit in witte en zwarte peper, kurkuma, zout en gember, olie. Nou, dat is wat we nodig hebben. We gaan beginnen, bismillah. Nou, we beginnen eerst met aardappels opzetten. Aardappels in. Wat zout erbij. Zo. Deksel erop. En even laten koken. Zetten we even op andere. Zo. Gaan we beginnen met gehakt bakken. Een beetje olie in. En doen we het gehakt erbij. Dan ga ik even helemaal losmaken. Nu doe ik de deksel op. En laat ik voor ongeveer 10 minuten aanbakken. Wij gaan hier uien en knoflook bij doen. En dan doen we de kruiden erbij. Laat het voor 10 minuten ongeveer op een zacht vuurtje. We gaan paprika toevoegen. Laten we ongeveer 5 minuten koken. Want paprika hoeft niet heel erg zacht te zijn. Maar het mag wel een beetje krokant zijn. Nou, de aardappels zijn ook aan de kook. Die zijn ook bijna gaar. Nou, ik ga hier champignons bij doen. Dit laat ik voor een paar minuten koken, want zo'n kunst heb ik niet heel veel tijd nodig om te garen. Een paar minuutjes maar. En de aardappels zijn ook al gaar. Zijn die erin prikken? Ja, die zijn gaar. Dan gaan we ze meteen stampen, puree van maken, aardappelpuree maken. Dus deze kan nu uit. Ik doe nu koriander erbij. Lekker veel koriander. Ik vind het altijd heel lekker in gerechten.
Ik hou er wel van, maar je kan het ook weglaten als je er niet van houdt. Zo. Nou, deze is ook klaar. Deze zet ik ook uit. En dan gaan wij een taart van maken. Ik ga nu de aardappels stampen. Dat zet ik hier neer. Ze zijn nog warm. Heet. Ik heb het vocht wat hier ingekookt is, heb ik niet afgegoten. Die laat ik erin. Het is niet heel erg veel. Je kan ook een klontje boter erbij doen of melk. Maar dat, ja, dat doe ik niet. Ik dacht gewoon, ik laat gewoon een beetje vocht erin. En dan ga ik het instampen. Nou, deze is klaar. Zo. Ik zet hem weer terug op de fornuis. Maken we hier even ruimte. Ik ga hier bakpapier in doen. Zo. De aardappels hier. Zo. Doe ik het gehakt hier. Kijk, dan begin ik met, eerst met de aardappels. Eerst met de aardappels beginnen. Doe ik in de bodem. Dan ga ik het een beetje verdelen. En doe ik gehakt, mengsel. Zo, dan doe ik weer aardappels. Dus laagje voor laagje. Zo gaan we verder tot we alles op hebben. Nou, doen we de laatste gehakt. En dan aardappels erop. Dan rasp de kaas. En dan in de oven. Zo, dit is klaar. Hier doen we kaas overheen. Dan zet ik het in de oven voor ongeveer 10 minuten. Als de kaas gesmolten is, dan is het klaar. Dan gaat hij de oven in. Nou, hij is klaar. Ik ga hem even naar de oven. Zo. Hij is erg heet. Ik ga hem even proberen los te maken. Hij is erg warm. Ik heb wat
frisje geworden. Is erg warm. De kaas is ook goed gesmolten. Ik ga zo een stukje snijden. Even kijken naar hoe die aan de binnenkant is. Bismillah. Of het lukt. Kijk, dit is de binnenkant. Ik zet hem even op mijn bord. Een beetje goed doen. Zo. Zo ziet het eruit. Dit was het voor vandaag. Tot de andere keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.